Uit de inkt van jouw ogen schrijf ik deze zinnen. Het pikzwarte pigment uit de iris dat zich vloeiend over het papier beweegt. Zinnen waarmee ik iets zinnigs probeer te zeggen. Zinnen die mijn minnepijn proberen te genezen. Omdat jij mij ziek maakt. Verslaving is een ziekte. En ik ben dus ziek voor jou. En ook al zit je aan de andere kant van de kamer, je voelt voor mij nog zo ver weg. Wanneer je omkijkt, zijn jouw blikken priemend. Priemend als de pijl die Cupido door mijn hart heeft geschoten. Toch wil ik jou hartstochtelijk beminnen. Ook al weet ik dat deze gevoelens van affectie nooit wederzijds zullen zijn. Ik probeer me voor te stellen hoe het zou kunnen zijn. Maar als ik tegenover je sta, wil ik schreeuwen en proberen je te bereiken. Maar hoe ik ook tracht, er ontbreken woorden in de zinnen die ik uitspreek.